Ik ben Caroline en mijn Urban Craft is 3D-printen. Ik ben eigenlijk heel mijn leven al graag creatief bezig op allerlei vlakken. Vooral digitaal eigenlijk. En wat mij in 3D-printen zo aanspreekt is dat het er alle twee in zit. Dus het begint digitaal en het eindigt in een fysiek product. Ik ben begonnen wel met het idee al om er een webshop van te maken, omdat ik sowieso wist, ik ga allerlei dingen creëren, maar waar ga ik er dan mee blijven of zo? Dat was vrij snel beslist dat de bedoeling was om een webshop te doen. En ik heb nu een 6-tal maand achter de rug van experimenteren en allerlei toestanden proberen maken. Dus ik zit nu in de fase dat ik een aantal producten heb, genoeg om eigenlijk mee te starten. Maar natuurlijk is dat een proces dat kan blijven duren om te leren. En dat spreekt mij er ook in aan, dat dat eigenlijk nooit stopt. Omdat elk ding dat je wil maken is weer iets nieuws. Moet je weer gaan ontdekken, hoe moet ik dat nu eigenlijk doen? Hoe kan dat werken? En het is telkens opnieuw beginnen eigenlijk. Ik denk dat het leuk is aan kleine objectjes, dat dat eigenlijk toch een leuk gevoel teweeg kan brengen. Dus zowel voor mezelf als hoop ik voor de mensen die dat kopen. Dus dat er een vetplantje in zo'n soort geometrische vorm zit, daar word ik wel blij van om dat te maken. Maar ik hoop dan ook dat ik iemand anders er blij mee kan maken. Het zijn allemaal kleine objectjes, maar er zit zoveel achter qua proces om het te creëren. Het is de bedoeling dat ik mijn eigen zin daarin kan doen en niet als bandwerk ga functioneren voor mensen met bepaalde wensen. Want die mensen met bepaalde wensen, ja, die zijn er al, die diensten. Om iets naartoe te sturen van een ontwerp en te laten printen, dat is sowieso niet de bedoeling.